We herladen het startpistool weer en maken ons op voor de volgende rit voor de 500 meter van de dames. Wie staan er aan de start? Angela Houk, de wereldkampioen op de binnenbaan tegen Christine Aftink buiten. En we zijn benieuwd naar de opening van deze twee meisjes. De opening van Blair, 10.69. De opening van Angela Houk bedraagt 10.76. Christine Aftink, de nummer 3 van dit wereldkampioenschap, 10.92. Blijft er een fractie bij achter. Heeft altijd wat moeite met die eerste 100 meter. Ze oogt niet alleen langzaam, ze is in die eerste 100 meter ook langzaam. Angela Houk gaat de buitenbocht in, doet het heel goed dit seizoen. Heel terecht ook wereldkampioen geworden. Loopt die bocht keurig vlak langs het randje, terwijl Aftink heel ver aan de buitenkant uitkomt. Wat gaan de eindtijden worden? 40.22 was het voor Bonnie Blair en het is heel spannend. Maar Angela Houk wint deze rit in 40.59. Een tweede plaats voor Christine Aftink in 40.65. We zien in de herhaling dat ze nog dichtbij komt, maar Houk is net eerder binnen. De uitslag van de 500 meter voor dames. Eerste Bonnie Blair, tweede Angela Houk, derde Christine Aftink, vierde Herma Meijer, vijfde Anita Loorbach en zesde Sandra Voetelink. Wat vindt Angela Houk van de sfeer hier in Tijalf? Ja, sehr schön. Letztes Jahr war ich das erste Mal hier und es war sehr überwältigend. Es ist schon herrlich, dass es Menschen gibt, die sich für den Schnelllaufsport so begeistern können.